Zo, goedemorgen iedereen. Daar zijn we weer. We zijn hier gewoon met z'n tweeën, Lydia. Hoe was de eerste keer weer sporten? Het is ook dat ze mij meestert, anders had het echt niet gegaan. Die hard, ze zijn er weer. Toppers. Nee, ik ga lekker aan een kipfilet, aan de hutekees, aan de rijstwafel. En ik wil echt niet huilen op de vlog. Waarom heeft echt een kutbevalling gehad? Ze is zo klein. Ze is heel klein. Wat is een petitje. En dan hebben we Bel. En dan hebben we Rock. Cat. En dan hebben we Lydia. Welkom bij weer een nieuwe vlog. We gaan onder andere naar de Nieuwborn Spa en voor het eerst met Rockietje. Ja, zo leuk. Ons liefste nichtje Belroos is geboren in deze vlog. Ook sleept jullie mij mee naar Krachtmeester om weer fit te worden. En heeft Marie een update over haar huis. Dus ben je benieuwd naar deze weekvlog? Blijf kijken, hij is extra lang, want we hebben heel veel leuke dingen gedaan voor jullie. Dus blijf abonneren, we hebben bijna de 60.000 volgers. En dan doen we een grote winactie. Love Rijders! Waar gaan wij heen? Waar gaan wij heen? Wij gaan naar Nieuwborn Spa. En Rocket gaat mee met mama en Mai. Die hebben lekker de hele weg geslapen. En we zijn er weer klaar voor. Ik vond het vorige keer zo leuk dat ik Jules en Mike heb gedwongen om mee te gaan. Nou, Rocket wil niet wakker worden. En Lydia, jij ziet jezelf in de spiegel. Wauw, ben je mooi. Wat zie je, Lydia? Zie je jezelf? Ik zie er zo, kijk dan niet. Dat is normaal, joh. Dat heeft ze van mij, hè? Ja, dat ik wou net zeggen. Ze lijkt toch heel erg op mij. De Rocket, die wordt heel wakker. Kijk je nou naar jezelf kijken. Hey. Ja. Bartje staan weer prima naast elkaar. En Rocket gaat nu ook zijn zwembladertje aan. Ik moest hem strak, maar niet strak, wat? Nee, gewoon dat hij gewoon om zich heen zit, maar ook niet helemaal aansluitend. Heb je er zoveel zin in? Ze gaat een mondje opengaan. Ja. Hoi, Lolitje. Ja. Gaan we weer? Gebeurt er? Gaan we weer? Wat gebeurt er? Ja, dan kan je dat rustig in. Terwijl die andere hand hier even doorschrijven. Ja, perfect. Rustig laten zakken. Oh, Lydia. Daar zijn we weer. Lydia, vind je het weer zo lekker? Hier waren jouw eentjes, hè? Doe hem tussendoor even Rocket. Zacht water in tillen. Perfect. Deze hand laag onder zijn buik. Helemaal praktisch. Je hand schuift ik iets naar beneden, anders zit hij tussen de buik. Rocket, ga zo, Marie. Ha, vind jij het ook zo leuk? Vind je het lekker? Oh, Rocket. Oh. Daar is Lydia. Is Rocket. Hij zit alleen maar naar buttertje te kijken. Ja. Je mag natuurlijk niet bewegen zelf. Kijk ja, wel. Hij zit alleen maar bezig. Hij is alleen maar springen. Hij vindt het heerlijk. Kijk, hij hangt hartstikke lekker relaxed. Ze doet wel echt nog veel meer dan de vorige keer. Dat is grappig om te zien. En hier is de drukke Lilo. Ben je aan het trappen, trappen, trappen? Hé, hey, Rock. Niet lekker, manie. Ja? Dit is zo leuk. En ze staat te kwijlen. En ze springen. Onze Rocket. Wat vind je ervan, Manny? Vind je het leuk? Met de bubbels aan. Ja? En toch uitsteken. En daar is Lydia. Helemaal aan het lachen. Kleine stouting. En nog met zijn beentjes. Mooi, kijk ze nou. En Lydia de beentjes. Oké, okay, als misschien papa en Rocket even een klein beetje deze kant op wil houden. Maar heel rustig, hè. Dus een beetje in het water. Zet zich af. Ja, laat hem maar los, hoor. Nou. Oh, ik sta hier gewoon met z'n tweeën, Lydia. Ben je niet een beetje gedrukt, Rocket? Zag je dat? Ben je niet een beetje gedrukt? Niet hem schoppen, Lydia. Ja, dank je dat je erbij hebt gezet. Zo, ja. Zijn jullie gewoon met z'n tweeën? Benen liggen tegen de buik aan binnen op de grond in kleine rondjes maken. Andere kant op. En weer fietsen. Naar de buiten. Pak hier wat olie bij. Je gaat de voet op je hand gewoon onderhand. Snij het los. En na de vier keer gaan we door aan de bovenkant van de voet. Gaan we de tenen om en om door je vingers halen. Schattig. Twee keer halen. Lekker, schat.
Ik blijf maar naar jou kijken. Joh, ik ben hier. Olivia naar Rocket. Hou je de voet weer vast. Ga je weer met de buitenhand draaien. Is dat van Marie? Nee, dat houdt niet van mij. Ik ben niet zo'n druk persoon. Beetje gelukkig vastpakken. Likkie. En daar nu. Spa geweest met mama en de parknuggen en de baby's. Ja. En Rocket vond het geweldig. Die was helemaal een soort van... Hij was wel veel rustiger dan Lilo. Dat wel. Ja, Livia was de eerste keer ook heel rustig. Echt rustig. En hij was lekker aan het trappelen en hij vond het heerlijk. En die bad eentjes vond hij schattig. Maar je ziet het aan de filmpjes. Hij genoot echt. We dachten dat hij in slaap zou vallen, maar ja. Hij viel net niet in slaap. Hè? Ja, en Livia, hoe vond die de tweede keer? Ja, Livia is echt helemaal... Die was weer dat ze dacht, ah, oh, ik moet, mag weer. Je gaat het opeens helemaal herkennen. Dan gaat die beentjes trappelen. Echt ziek. Het schreeuwen met de twee bij elkaar. Die was echt een Rocket aan het trappen. En Rocket echt van bafelisje. Bafelisje. We hebben ook echt alleen maar babyspam met foto's nu momenteel. Dus dat is echt, ik denk jullie echt wel. Dat is echt super leuk. Zo, goedemorgen iedereen. Hallo. Jij en ik gaan vandaag iets heel leuks doen. We gaan naar Tegeldepot, want wij gaan voor onze badkamer kijken. We hebben echt alles nodig. Dus tegels, tussen wasbakken, tot de kranen, douchekranen, bad, douche, echt alles. En nu gaan we naar Tegeldepot in Zeewolde. Natuurlijk draag ik weer Reinders. En ik heb Livia eventjes ook al aangekleed. Wat is dat? Wat is dat? Ben jij mijn mooie meisje? En ik krijg heel veel vraag naar waar ik altijd die truitjes koop met die namen. Dat kan je dus heel leuk bij de Zara doen, hè? Ja, ik heb echt een hele mooie badkamer net uitgekozen bij Tegeldepot. Echt super mooi. Livia was even moe, dus ik ben even een rondje lopen. En ik ga jullie op de hoogte houden van ons huis. Wij krijgen dus 3 meidensleutels. En we zijn nu echt heel erg bezig met de keuken. En nu hebben we de badkamer en de vloer. Echt de hoofdlijnen. En daarna moeten we eigenlijk alles nog gaan regelen. Komt de verdieping, wordt rechtgetrokken, komt de verdieping op. We moeten alles slopen. Het wordt echt een heel leuk traject. Dus jullie hadden heel veel vragen naar of ik het wilde meenemen in de vlog. Dat ga ik zeker doen. Waaronder wij vandaag dus bij Tegeldepot zijn om een nieuwe badkamer uit te zoeken. Ik heb echt een heel mooi vrijstaand bad uitgekozen. Met heel veel mooie zwart matte kranen. De tegels in het crème. Dat vind ik namelijk wel wat warmer dan grijs beton. Dus het wordt eigenlijk een beetje, ja, niet Scandinavisch wil ik het niet noemen. Maar wel heel minimalistisch. Maar wel met heel veel aardetinten. Jullie zijn natuurlijk kleur van mij gewend. Voor het nieuwe huis heb ik besloten om de kleur echt in de accessoires te doen. En niet in de hoofdlijnen. Dus de basis wordt gewoon echt heel mooi strak. Gewoon crème kleur, grijs, zwart, wit en bruin aardetinten. En dan de accessoires worden natuurlijk kleurvol. You know me. We krijgen ook een hele mooie keuken. Dus ik ga je allemaal meenemen. Livia. Ze heeft honger. Wil jij eten? Ben je in de autostoel? Nee, doe. Ja. Nou, de badkamer is gelukt. Ja. Gaan we nu naar huis en de hondjes ophalen. En Livia kijkt altijd naar het gezellige spiegeltje. Oh, is dat mooi, spiegeltje. Is dat jouw beste vriendje, dat girafje? Ja. Even kijken, Marie. Jullie krijgen bijna de sleutel van jullie nieuwe huis. Mogen we daarover een updaten? Jij en ik krijgen 3 mei onze sleutels. Ze zeggen niet waar. Waar ze gaan wonen? Nee. Beter van niet. Nee, toch? Nee. Het is echt niet een bouwval, dat zeg ik altijd. Maar we gaan het verbouwen. Oh, dat kan je niet maken. Nee, maar het is een heel ouderwets huisje. De eerste verdieping staat nog allemaal schuine muren. Dus we gaan de eerste verdieping... Niet met hem erin liggen. Nee, zo natuurlijk. Ik bedoel, het is een heel mega bouwval. Oud momentum. Gewoon niet jouw stijl. Nee, jouw stijl. Het is een echt oud, leuk, schattig huisje. Okay. De badkamer zit nog beneden. Echt zo'n huishuisje. Gewoon... Oh, nou. Ja, dat wil ik zeggen. Dus de eerste verdieping gaan we rechttrekken. Komt de verdieping op. Echt, we hebben een hele gave keuken. Ik laat de badkamer trouwens ook zien. Die we hebben uitgekozen. De vloeren. Dus leuk. Ik ga jullie wel zeker meenemen in het proces binnen. Hoe het allemaal gaat worden. En vanaf mei ga je er echt... Ik denk vanaf midden, eind mei dat je pas echt het huis in de vlogs gaat zien. Ja, want midden mei gaan ze beginnen met alles slopen. Dus dat met een hamer. Lekker onze energie kwijt. Nou, die baby. Livia kan misschien helpen. Dan maak ze de energie een beetje kwijt. We gaan sporten. Ik krijg de hoodie van Reiners. En de sportlegging. Nee, ik ga nu richting Jules. Die had er helemaal zin in. Ik begrijp niet waar ze de energie vandaan haalt. Dat ze er zin heeft om te sporten. Het is ook dat ze mij meestert, anders had het echt niet gegaan. Oh. Oké, het is niet zo gelukkig heel koud. Dan zal je er hebben. Hi. Ik sta weer muziek op hoor. De ASO. Kijk, er, kauwgom. Pauze. Dus oh, nee, dat wist ik niet. Dat kan niet. Leuk. Dus ga je daar niet naar achter?
Hallo, heb je geen zin in mij? Ga je gewoon naar rechts? Nee. Jawel. Nee. Wel. Nee. Wel. Nee. Ik weet niet waarvoor die zo ingezoomd staat. Wat heb je net op je handen gesmeerd? Zeep of zo? Wat? Ik denk low. Goh. Ik heb even mijn cover afgehaald. Waarom? Jij bent de enige die denk ik full glam gaat, hoor. Nee, full glam. Oh, even gordel aan doen. Glam. Ik heb gewoon een beetje foundation op en een lipstick. Geen smoky gemaakt. Nee, ik legde net al uit dat ik alleen nu ga omdat jij me meesleurt. Ja. Ik maak ons ding. Yes! Wow! Het is allemaal denken van, hè? Wie een baby? Een baby? Niet waar? Ik wil niet zo. Ik wil niet een moeder worden die zegt over 5 jaar komt door mijn baby nog. Nee, dat gebruik ik nu als excuus. Het is al 5 maanden geleden. Nou, het is wel heel makkelijk, maar dat ja. Dat schuldgevend. Ik ga ook gewoon gezonder eten. Ik ga eindelijk koken. Ik ga eindelijk koken, zeg ik nu. En ik heb nu al een banaantje. Ik zit alweer aan de water. Koken. Limonade, weet je wel. Ik heb ook water mee. Ik heb hier landelijke bouw lifestyle besteld. Ja, is dat wat te eten? Het is heel lekker. Maar? Moet ik een linkje, hè? Ja. Maar ik mag dus nog niet die fatburner, omdat ik een borstvoeding geef. Oh. En al dat soort dingen. En ik denk ook niet dat het heel gezond is om aan de shakes te gaan als de enige borstvoeding. Nee, je moet wel voeding krijgen en groentes en ijzer. Dus ik doe het alleen, denk ik, als ontbijt. Want dat krijg ik toch nooit naar binnen, zo'n shakeje of zo. Patrick is er ook weer, dus ook net papa geworden. Dus die hebben we ook gemist. Ja. En ik ben nog nooit in mijn leven zo wit geweest. Oh, ik zei het, Mike is dinsdagjarig. Ik moet ergens van de zonnebank, hoor. Anders, ook al breek ik ergens in. Kijk nou. Ik moet naar de zonnebank. Kijk, hem mijn house op hebben. Oh, wat hilarisch. Oké. Okay. Nee, het is dat. Ik heb weer een broodje kaas op kop. Marie. Kun je dat nog een keer zeggen? Nee. Het is God die zegt, wat heb je gedaan? Nee, ik ga lekker aan een kipfilet, aan de hutjekees, aan de rijstwafels. Ik ga gewoon zo'n mommy makeover een operatie doen. Nou, dat is wel heel drastisch. Maar die vult het goed. Oh. Dat is ook weer niet nodig. We zijn niet meer vet. Ik wil gewoon alleen mijn buik strakker. Ben ik wit? Ik wil nu ik nog jong ben. Net zoals mama, die had zo'n mooi lijf. Wat? Nou, ze heeft nog steeds een mooi lijf, maar toen ze echt ons leeft was, zag ze er beter uit als ons. Ja, dat weet ik. Die had gewoon een sixpack. Die had gewoon een sixpack. Na 3 kinderen. Goh. Nou ja, dat kan dus. Hè? Het kan! Ik heb net Tiana Taylor. My god! Tiana Taylor, ja. Ik zal het naar een foto laten zien. 4 maanden of 5? Voor als mensen denken, wie is Tiana Taylor? Die was na 4-5 maanden gewoon helemaal. Helemaal weer back in shape. Maar ja, zo'n shape hebben wij nog nooit gehad hoor. Nee. Foto heb ik naar jou gestuurd, toch? Kijk, dat weet ik niet, zegt ze. Wacht, ik ga het even laten zien. Kabuya! Jezus! Dat is mijn goal. Zij is volgens mij echt even tijd gevallen als ik. Maar hè? Hè? Kan ook een filter zijn. Nee, is het niet. Gaat de show? Oké. Okay. De eerste keer? Ja. Heftig? Wat ging het voor jou, Marie? Zwaar. Wat nu zwaar of gewoon algemeen? Algemeen. We hebben helemaal niks gedaan. Nee, waarom? 5 minuten verder. Niks aan het handje. Easy. Easy. Hoofd iets achter, Marie. Blijf recht in de plank. Schouders laag. Die hard. Ze zijn er weer. Toppers. Beginnen ze weer. Ja, alles bij. Zo, hoofd allebei iets achter. Rechte lijn. Oh, wat heerlijk zo. Het zonnetje komt zelfs bijna door. Lekker buiten. Oké, okay, we zijn ready. Ik heb de gordel al. Ik heb heel gordel al gedaan. Ja. Una seconda. Nog niet even bij, dat je voor de camera weer valt. Godsamme. Net een nieuwe camera. Nou, ze zijn niet rood, maar dat is logisch. Je hebt alles rustig aangedaan. Wegen de bevallingen en de druk die je voelt. Maar het ging goed. Nou, we hebben weer een begin gemaakt. Wel, voor ons pittig hoor. Ja, we hebben een begin gemaakt. En hoeveel we wegen? Ja. Ik weeg 60,80. En ik 62,20. Alleen het gewicht zegt niet zoveel, zegt Patrick al. Het gaat echt om je vetpercentage. Dus dat heeft hij ook helemaal opgemeten. Dat zullen we misschien bij de volgende vlog even laten zien hoe ze dat doet. Ja, even of gewoon even maak even een before fotootje. Een before filmpje erbij. Of een before foto. Zonder buik inhouden en zo. Ja. Zodat jullie ook kunnen zien, we gaan dit nu 4 weken doen. 2 keer in de week. En op ons eten letten. En dan houden jullie op de hoogte hiervan. Ja, dat is wel even leuk. Maar sporten bij krachtmeters. Het is allemaal buiten. Dus allemaal gewoon volgens de richtlijnen van het RIVM. Met z'n tweetjes. En, dus het is bij mij om de hoek thuis. Dus dat is super chill. En ik trek Marie echt mee. Kan ik maar? Je zit daarin, hè? Ja, maar kan ik? Ja, jij kan. Ja, ik zie niks weer op. Oh, sorry. De show heb ik nu mee, die me meesleurt. Dus we gaan nu woensdag en vrijdag 2 keer in de week. En ik vind de tijd ook echt top. Ja, 5 uur is top. Dan heb je gewoon nog eten, gewoon lekker. Ja, net niet in de middag, net niet. Hè? Helemaal leuk. En hier, deze camera doet een waas over je gezicht. Sommigen vinden dat vervelend. En anderen... Ik vind het ook vervelend zelf. Maar ik weet ook niet hoe ik het uitzet. Maar het is wel heel scherp. Dat vind ik dan wel weer heel scherp. Het is wel een heel mooi scherp beeld. Dus we gaan er nog even mee puzzelen. Maar... En ik vroeg ook welke Sony camera we hebben. Maar de Sony... Ja.
kleur is wel veel Sony Zeiss. Vele malen beter dan Vario Sonner. Dat was een andere camera. Nee, ze onderkleertjes gaan ook weg. Maar ja, mijn goal is gewoon om 2 kilo, maar niet echt niets kwijt te raken. Nee, gewoon strakker. Geen flukbilletjes, geen flukbuik. Gewoon iets fitter en gewoon zo'n verruimde conditie. Ja, we hebben gewoon geen rocktail, conditie. Dan ben ik gewoon al kapot. Dood. Ja. Dus we houden jullie op de hoogte. Bye. Bye. Oké, hoe was de eerste keer weer sporten? Nee, dat was je even. Heb je even. Marie had totaal geen zin. Nog steeds niet. We zijn nu 2 keer geweest. Als jullie deze vlog hebben bekeken, 3 keer. Echt heel knap. We gaan elke woensdag en vrijdag. En we hebben. Ja, daarvoor zit ik ook een beetje raar. We hebben zoveel spierpijn. Ik ben er misselijk van. Ja. Maar goed, het is. Ik weeg nu momenteel 60 kilo. En ik 62. En Marie 62. En ik wil weer terug naar. Ik woog 58,2. Ja, ik woog dus 63. Dus ik ben slanker als voor de bevalling. Nou, dat is best knap. Ja. Dus. Nee, anders. Anders nu. Dus nu het ik ben wat slapper, dus we willen de billen wil ik lekker op liften. En die armen armtjes. Ja, dat zie je niet. Yeah. Wat strakker. De buik was strakker, maar we mogen echt niet klagen. Nee. Maar daarvoor doen we het dus wel. Ja, we willen gewoon weer onze summerbody dat op het strand lopen met mensen denken: "What? Hebben ze een kind gehad? Yes, are you mom? Yes. Yes, we are mom now. Mom is." En nee. Dat doen we bij krachtmeesters, bij Patrick. Dit hebben we eigenlijk al een jaar geleden. Waren we echt heel fanatiek. Ja. Echt voor de zwangerschap was ik echt goed bezig. Ja, dus dat gaan we nu gewoon weer oppakken. En het gezond eten. En sowieso ook voor de borstvoeding eten. Nou, eet ik eigenlijk dan helemaal niet heel gezond. Nee, dat is heel slecht. Nee, dus dan gaan we weer helemaal oppakken dat we weer een beetje back in shape zijn. Ben je daar kijken? Nee. En we hebben alle bikinis wel al geshoot met de Reinders collectie. Ja, dat ging dus wat dat moeizaam, omdat we borstvoeding hebben en kolven en et cetera. Maar het is best wel goed gelukt. Ja, en dat is de progress hoe we er nu uitzien. Als mensen willen weten hoe we er nu uitzien, dat zijn ongeretoucheerde foto's. Dus dat. Ik zit dus in spanning thuis. Mijn zus is aan het bevallen. En we kunnen niks doen. Ze is nu aan het slapen, want de ontsluiting kwam niet zo goed op gang. Dus we willen haar wat rustiger krijgen. Dus ik heb haar ook nog niet gesproken. Wel daarvoor. En ja, het is allemaal door corona super raar en super strange. Maar goed, Daan is erbij. Dus dat is super fijn voor haar. En ik en Rock en Mike zijn thuis aan het wachten tot we een belletje krijgen dat we erheen kunnen. Heel gek. Ik voel me heel emotioneel. Ik denk ook als ze er is, eindelijk het onwijs gehuilen. Het is gewoon een heel erg rot gevoel dat... Omdat ik nu weer weet hoeveel pijn ze dus nu heeft. En dat ze daar ligt. En dat het dus waarschijnlijk niet zo snel gaat als bij mij. Dat was natuurlijk ook wel bijzonder. Dat ik binnen na 2 uur, nou zeg binnen 40 minuten geperst was hij er. Dus ja, dat gebeurt bijna ook niet. Natuurlijk, het zijn mijn verloskundigen ook. Dus voor mijn gevoel doe ik het maar echt al te lang met deze kleine boef. Maar we kunnen niet wachten tot ze er eindelijk is. En nu zit ik een soort van excited, huilerig, adrenaline op de bank. Met Rocky die aan het slapen is. Dus ja, kun je niks doen. Ik denk dat het zover is dat ik... We hebben touches. Ook beide hebben geslapen. Elke dag niet, omdat ik bang was dat ik me versliep als het zou beginnen. Maar goed, ik hou zoveel van jouw kleine... Klein beetje. Ik weet niet of ik het nou mag zeggen, daarom zeg ik een beetje. En ik ben zo trots op je zus en ik hoop echt dat ik je snel zie. Wij kunnen echt niet wachten. Ik was net op kantoor shooten en Joyce heeft lekker opgepast op Rob. Ik heb hem weer even lekker weer bij me. Super fijn. Weer met die kleding te zijn. En straks hebben we er een nichtje bij, Rob. Ik wilde eigenlijk niet filmen, want Rob heeft echt een kutbevalling gehad. En ik voel me heel shit en ik wil eigenlijk niet huilen op de vlog. Anders gaan jullie misschien wel denken van... Oh, waarvoor heeft Julie maar niet zoveel gefilmd als tijdens de Marie? Ga je nou denken dat ik me dan minder belangrijk vind of zo? Maar ja, de kleine is alleen, ze heeft zelf heel veel bloed verloren. En je kan natuurlijk niet langs voor het kutte corona. Ze liggen in het ziekenhuis. En je kan helemaal niks. En ik snap het allemaal wel, maar het is gewoon heel kut. Maar ja, goed. Ik zit te filmen, sorry. Hallo! We zijn voor de mededeur. Kan je vandaar ook... Anders moet je zo met die trap. Kijk. Nee, ons allebei. Oh. Nee, van die kant. Huh? Daar, oh, hier is wel mooi licht. Ja. Baby's. En we gaan nu naar baby nummer 3. Ik heb geen make-up gedaan, ik ben alleen maar aan het huilen. Ik heb geen kraantranen gehad van mijn eigen zwangerschap, maar bij Gilles Romee wel. Oh. Daan kwam eraan, die was nog even bel de luier verscholen. Ah. Daddy issues. Oh, het is zo zwaar. Lieve, ze denk ik nu al ruim 7 kilo. Ik wil nog 5 kilo in deze, 2,5 kilo. Hetzelfde til je dus, als ik. Oh, nu wel plek voor de deur, wat fijn. Het zie ik heel. Ik moet heel huilen, ik heb hem niet wel gezien. Ze is zo klein. Oh, ze is heel klein. Wat is het petitje. Oh, zie je de borsten zoeken? Nee, ze zitten zoeken, joh. Die wil wijs graag eten. Oh, net 1,5 uur gaan we nu gewoon weer. Ja, dat mama houdt heel erg veel van eten. Ja, ze gaat er ook. Oh, Ralf, dat is echt zo leuk. Zo heel. Ja, dit is vreselijk veel tepelcreme mee. Gefeliciteerd, hè? Ja. Nee, eigenlijk wel weten, hè? Eigenlijk helemaal niet. Alleen het is meer zo'n massief. Klein. Hallo, lieve Bel. Hier heb je de ductenmaker.
camera. Kijk nou, ze houdt echt van de camera, deze vrouw. En Roek? Nog steeds aan het slapen. Kijk hem nou. Oh, ik moet hier echt van huilen hoor. Ik ben alleen maar aan het huilen. Livia, Livia. Livia, hier kijken. Hier, Roek en Bel. Ze lijkt even groot, maar Bel is echt mini, jongens. Ik heb veel mogen. Zie je het niet goed verschil? Nee, je ziet het echt niet. Oh, Bel is lekker. Doe dat van deze kant. En dan hebben we Bel. En dan hebben we Rock. Cat. En dan hebben we Livia. Oh. Hallo. Ja. Dit zijn gewoon onze kindjes, jongens. Kijk eens. Hoe leuk. Ja, Bel natuurlijk langer wordt als Bel. Oh. Dus eigenlijk moet het andersom, maar dat kan niet. Dat maar het staat niet. Toch? Het staat ook mooi. Hoe leuk. En Jaime is ondertussen het cadeau in elkaar aan het zetten. Goed dat we jou hebben hoor, Jaime. En daar is mijn liefde Stevie, nog een andere liefde. Hoe leuk. Oh, maar dit is een wow. Dan hebben we het neergezet, Mike en papa. Nee, hey, Mike en Marie. Mary. Oh, maar jullie gewichtjes kan je aan die rozen doen, hè? Ja, waarom? Nou, dan blijven ze naar beneden hangen. Dan, oh. Dan blijven ze mooi recht. Ja, dat is waar. Ah. Dat is leuk, ga ik wel eventjes doen. Hoe leuk. Die lieve schaar. Oh, enig. En we hebben deze gekocht. Een wagen. Oh, die moet hem wat zetten. Wat los het. En de leren kapper krijgen we nog. Ik heb even de beer ingedaan, Sjoe. Kijk hoe leuk. Mike, even opzij. Oh, dit heeft ze toch wel weer goed gedaan, hè? Hippie Parade. Nou, thank waar you, van Coach Chanel. En Chantal van de Hippie Parade. Ik heb het beertje in de wagen gedaan. Oh, jezus. Jezus. Zo goed. Dat is deel 1. Jezus, jongens. Die zijn echt heel erg. Nee. Oh, wat leuk. Heel leuk. Schat. Hoe mooi is die? Oh. Die koffer eroverheen komt nog. Mooi. Oh, ze hebben gestoord. Nou. Leuk. Die moet ze natuurlijk. Oh, die is mooi zeg. Ja, hij is prachtig. Oh, wat leuk. Oh, die moeten we snel aan. Hoe leuk is dat? Oh, mooie gouden knoopjes. Ja, alles met goud. En een mutsje zit erbij. Oh, dat is leuk. Ik verwacht niet dat het zou zijn. Wat had je bedacht? Ballonnen zou zijn. Ja, kijk. Echt ballonnen en zo. Ja, skipas. Ja, voor de winter. Hoe leuk. Ik wil graag op skivakantie. Ja, dat is wel schaapend. Leuk, leuk. Nederland. Die wagen heeft opzitten, maar kijk hoe mooi die is. Oh, jeetje. Mooi zeg. Hier zit ook een hoofdje. Ja, eerlijk. Oh, en die honden kunnen er ook van onder. Ja, het is een hele mooie wagen. Oh, ze is daar ook tof voor. Wauw, wat een hele. Recht aan de achterkant zie ik maar. Wat is dat? Er staat gewoon Versace op het handvat. Die roze ballon, wat leuk. Ja, dat is beneden. Echt? Ja. Mag ik? Even vallen. Oh, dat is leuk, hè? Bel Rose. Ja, gefeliciteerd met ons Bel Roosje. Ja, Bel Rose. Ons nichtje is geboren, finally. Romee heeft haar hele bevallingsverhaal op haar eigen vlog verteld. Dus als jullie geïnteresseerd zijn, kan je dit gaan kijken. Dat zou ik wel. Wij hebben eigenlijk alleen de leuke beelden van Bel en van Romee en alleen en van aan het huilen. Heb jij ook jezelf gevonden dat je aan het huilen was? Nee. Oh, ik had geen vlogcamera. Oh, je ziet mij, dus ik was best wel heftig in tranen, ja. Oh! Sowieso zeker nog in mijn hormonen. En we hoorden niks. Nee, dus dat legt Romee eigenlijk uit in haar eigen vlog. Het ging al wat langer dan verwacht. En ik denk, ik moet dit wel vloggen. Want anders gaan jullie denken weer dat ik niet bij Romee heb gehuild en wel bij Marie. Dus ik denk, laat ik dan maar de camera pakken. Maar dat was precies het moment dat... Je instortte. Dat ik instortte. Maar nee. Bel is echt maar helemaal... Maar ook omdat... We hadden net de Romee opgehangen. Je had het echt wel zwaar toen, die beelden. Ja. Romee heeft echt geen leuke bevalling gehad. Nee. Maar Bel is gelukkig echt een gezond, en dikke bolly. En door stomme... Corona, zeg maar. Dat ja. Met scheldwoord heb ik even weggepliept. Kan je ook niet langs. Kan je ook niet erheen. Voor er zijn. Op de gang wachten. Of paspoort. Kan helemaal niks. Nee. Eigenlijk. En omdat Daniel als enige bij was, kan die ook niet zoveel contact met ons houden. Nee, die was natuurlijk alleen met Romee en de baby bezig. Dus, ja. Dus het was best heftig. Dus op dat moment was ik best heftig. Maar de camera stond. Ik dacht, nou, laat ik maar aanzetten. Ik moet het ook nog een beetje zien. Misschien doe ik het wel helemaal niet in de vlog. Jawel.
Zo erg is het toch niet? Nee, ik denk dat ik daar denk volgens mij kut corona. Bij zijn, Romee voelt zich niet lekker. En bel. Maar goed, het is nu allemaal helemaal oké. Okay. Romee die moet alleen een beetje aansterken. En dan is ze helemaal weer back on track. Ja, en dan gaan we jullie vol baby spammen met de nieuwe bel. In deze vlog ook weer. Lekker onze dikke body van 4 kilo. En wij hadden heel leuk met de fam en mooie bloemen. Ballonbloemen. Ballonbloemen. Nee, ik wilde zeggen ballonnen met Belle Rose. Met roze ballonnen erbij. Ja, in het rood. Want dat past helemaal bij de sfeer, de geboortekaartjes en eigenlijk de baby shower. En het heeft hippe bewegen gedaan. We kregen heel veel vragen wie die namen voor ons altijd neerzet. En de Versace wagen. Versace. Van Cochinelle hebben we die gekocht in Rotterdam. Cochinelle. Dus voor alle vragen daarover hebben we die ook meteen getagd. En volgende week ga je denk ik Mike's verjaardag zien. Het is een 30-30. Met alle voorbereidingen wat ik daarvoor heb getroffen. Ja. En Babybel denk ik. Babybel voornamelijk. En het, ons kantoor thuis. Een beetje thuiswerken. We zijn volop bezig met de nieuwe collectie. Dus superleuk. Dus dank jullie wel weer voor het kijken. Love.